Je kan het ook zien, meestal hoor je het alleen maar. Transition. Dat is de overgang van het ene tijdperk naar het andere tijdperk. Van de late winter naar het vroege voorjaar. In de antroposofie is dat de overgang van het mineralenrijk naar het plantenrijk. En het is natuurlijk ook weer terug te voeren op het scheppingsverhaal. De stenen waren het eerder dan de planten namelijk. Die zijn later schapen. In de muziek vind je dat vorm terug wat in de twee structuren, de twee ritmes, in de twee melodieën, de twee thema's die we hebben, die elkaar constant overlopen, die elkaar constant afwisselen. Het is een transition, het is de overgang, het is er niet een wedstrijd met een uiteindelijke winnaar, wat hier geschetst is. Het is gewoon de situatie van de overgang dat beide elementen al aanwezig zijn of nog aanwezig zijn. Dat is in de muziek ook, dat wisselt steeds af en er is niet echt een duidelijke eindwinnaar of zo. Dat wisselt ook af in de improvisaties en zeker natuurlijk in het thema. De muziek wordt gespeeld door onze vier muzikanten natuurlijk, maar die staan tegelijkertijd voor de vier elementen. En dat is natuurlijk een soort van lucht, de gitaar, met water, bas op de aarde en het vuur. Ik mocht vandaag het vuur zijn.